In een onthullend artikel wordt Bert Huisjes, de baas van omroep WNL, beschuldigd van walgelijk gedrag, wat resulteert in zijn professionele ondergang. Eva Jinek en Leonie Terbraak spelen een cruciale rol in het blootleggen van de schokkende praktijken van Huisjes. Volgens het AD maakt Huisjes zich schuldig aan pesten, intimidatie, manipulatief gedrag en zwangerschapsdiscriminatie, wat resulteert in een angstcultuur bij WNL. De bekende presentatoren, waaronder Eva Jinek en Leonie Terbraak. Onderschrijven de verhalen over de heersende angst bij de omroep. Eva Jinek, die elf jaar na haar vertrek nog steeds nerveus is als het over huisjes gaat, erkent de verhalen en hoopt op verandering voor de jonge medewerkers. Leonie ter braak getuigt van enorme werkdruk en een heersende angstcultuur, waardoor ze vaak bang was haar baan te verliezen. De bekende RTL-sterren, zoals Eva en Leonie, lijken met hun uitspraken het professionele doodvonnis van Bert Huisjes te tekenen. Het artikel onthult ook dat WNL-journalisten opdrachten krijgen om bepaalde gasten zonder tegenspraak te laten spreken en kritiek op bepaalde politieke partijen te vermijden. Oud-presentatrice Niki Herr en Merel Westrik bevestigen de angstcultuur bij WNL, waarbij medewerkers die tegen huisjes ingaan snel verdwijnen. Westrik vergelijkt huisjes met een onvoorspelbare en onveilige hond die afwisselend aait en schopt. Bert Huisjes zelf bagatelliseert de beschuldigingen en minimaliseert het aantal medewerkers dat nare ervaringen meldt. Twee prominente WNL-figuren, Rick Nieman en Sven Kokkelman, verdedigen Huisjes en doen de beschuldigingen af als ongegrond. De onthullingen zetten WNL in een kritisch daglicht, waarbij de omroep wordt bestempeld als een vergiftigd nest. Het artikel werd een schaduw op Huisjes' leiderschap en roept vragen op over de integriteit van de omroep.